Carlo de Man, 3-0. Veel duidelijker kan een nederlaag niet zijn, denk ik dan. Nee, vandaag was het overduidelijk wie dat de beste ploeg was. Hè. Het was misschien wel een beetje te verwachten dat we nog niet 100% zouden zijn. Want we hebben toch wel een beetje een ongewone situatie achter de rug in de Roeselaar. Maar goed, dat is vandaag eigenlijk geen excuus om te zeggen dat nog niet 100% was. Bij ons was gewoon duidelijk dat Union veel beter was. En bij ons moet gewoon nog veel beter. We hebben nog veel tijd. We hebben eigenlijk nog veel werk voor de boeg. Dat is duidelijk. Nieuwe spelers inpassen die er nog maar deze week zijn. Jullie moeten nu spelen met een verdediging. Ja, een andere verdediging kan je niet meer zetten. Terwijl er ook, zoals jij, mensen bij zijn die weinig wedstrijdritme hebben. Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad ook voor mezelf is ook vandaag was het lastig. Ik ben ook lang uit geweest. Maar ja, inderdaad, we hebben op dit moment weinig opties van achter. En eigenlijk op alle posities eigenlijk moet er nog heel wat bij komen. We zijn inderdaad ook nog niet helemaal op elkaar ingesteld, maar dat komt sowieso wel. We hebben er zeker alle vertrouwen in dat we een deftige ploeg op het mat kunnen brengen. Dus, ja. Ja, want voorlopig wel veel aanvallers, 5 in totaal, maar die vinden elkaar dan niet, want aanvallend brachten jullie ook zeer weinig. Ja, klopt. Ik zeg het, we hebben nog tijd nodig om een beetje op elkaar ingespeeld te worden, maar ik heb er alle vertrouwen in dat allemaal goed komt. Ja. Hoe heb jij het beleefd eigenlijk? Want vorige week zag het er niet de beste uit allemaal bij Roeselare. Ik zei het, ja, inderdaad. We hebben ook met redelijk wat vraagtekens eigenlijk de voorbereiding doorlopen. Maar vooral deze week is de lucht wat opengeklaard op Schiervelden. En zij hebben ons ook op ons gemak gesteld dat alles in orde komt. Dus we hebben ons dan ook alleen maar beginnen concentreren op het sportieve, wat we zouden moeten doen. En al de rest is boven ons hoofd. Dus, Je moet ook redelijk wat ploegmaats, anciens, waarmee je vorig jaar samenspeelde, zien vertrekken. Allemaal hun contract niet verlengd. Jij mocht wel blijven. Ja, ik mocht blijven waarschijnlijk. Ik had ook nog een contract. Ik had nog een contract van 2 jaar. Weet ik niet, als het niet het geval geweest had ik misschien niet mogen blijven. Ik weet het niet precies. Maar inderdaad zijn er veel meer vertrokken dan dat er inderdaad nog maar toegekomen zijn. Dus de kern is inderdaad nog niet compleet. Roeselare voor de tweede periode dan maar? Ja, we zullen wel zien. Hè. Uiteindelijk inderdaad, we hebben nog wat weken werk. Maar dat kan rap gaan ook. Dat kan zijn dat wij de eerste periode toch beter presteren dan verwacht. Dus, maar ja, wie weet, tweede periode, ja, wie weet, inderdaad. Voetbal is raar, hè. David Kolpaert, wat verwacht kon worden, is ook gebleken. Union bleek een maatje te groot voor dit Roeselaar. Ja, dat klopt. We hadden het voor ons gezegd. Hè. We gingen ons ding doen en proberen te doen. Maar dat is er niet helemaal uitgekomen. Je moet ook zien met welke ploeg dan we hier staan. En ik denk dat we keihard gevochten hebben, maar een maatje te klein waren. Ook al omdat Union snedig van start ging, vroeg op voorsprong kwam en ja, dan was de adem al een beetje afgesneden natuurlijk. Ja, dat klopt enerzijds wel. Ik moet zeggen, Union heeft 15 minuten enorm gedrukt en enorm veel loopvermogen in hun spel gelegd. Alleen denk ik dat wij, terwijl wij onder druk stonden, eigenlijk de beste kans kregen. Met Emile, die 1-1 tegen de keeper komt, kunnen wij dan scoren. Oké, misschien op dit moment niet terecht verdiend, maar het is dan 0-1. Ik kan niet zeggen dat het match anders zou verlopen, maar het is een ander gegeven natuurlijk. Nadien krijgen we dan zelf de 1-0. Hebben we de match een klein beetje in hand, maar de tweede helft starten en we krijgen direct die tegengoal. Dus het was 2-0 en het was einde wedstrijd. In de eerste helft probeerden jullie nog goed te combineren met al die aanvallers, maar doelgevaar creëren bleek toch moeilijk? Nee, ik denk inderdaad dat de enige echte kans die we gecreëerd hebben was wat met Emile in die eerste 15 minuten. En daarna hebben we eigenlijk een beter samenspel gehad, maar eigenlijk geen kansen gecreëerd. Je hebt hier na de wedstrijd al uitgebreid gepraat met de nieuwe coach, Arnar Gretarsson. Waar gaat het dan precies over? De fouten die er lagen in de wedstrijd natuurlijk. Ook de goede punten dat hij gezien heeft. Want voor Arnar is het ook wel allemaal nieuw. Hè. De competitie is nieuw, de spelers zijn zo goed als nieuw, de tegenstander is nieuw. Dus al die zaken hebben we nu al wel besproken. En we gaan wel zien deze week welke punten dan we gaan opwerken. En welke spelers jullie er nog gaan bij krijgen, dat zal ook wel een punt zijn, zeker om te bespreken. Ja, dat klopt. Hij heeft nu kunnen zien wie we rondlopen hebben en even een evaluatie kunnen maken van de spelers die er dringend gaan moeten bijkomen natuurlijk. Hoe snel kan Roeselare echt competitief zijn in 1B? Want het is natuurlijk een harde competitie. Ik denk dat we toch rekening moeten houden met laten we zeggen, begin september. Hè. Om eerlijk te zijn, als wij nu spelers gaan halen, zijn dat spelers die in wedstrijd fit zijn? Je weet dat niet. We hebben nu al 3 spelers moeten opstellen die nog geen matchritme in de benen hebben. Dus dat gaat voor die nieuwe spelers een beetje hetzelfde zijn, denk ik. Dus ik pak begin september.